Goedendag, ik ben Juliette Chauveux, van Opsporing Gezocht in België. Van dat schilderij met dat varken, dat was geen grapje. Dat zijn we echt kwijt. Maar weet u wat, we hebben al een oplossing gezocht. Maar het gaat hier om, dat schilderij. Het is namelijk zo, de kinderboerderij had graag dat prachtig schilderij willen hebben. Ja, het is verloren geraakt. Geen probleem, we hebben een oplossing bedacht. Namelijk, een kunstenares gaat een nieuw schilderij maken voor de kinderboerderij. Het is wel zo, de kinderboerderij moeten de beesten zoveel eten geven dat ze daar geen geld voor over hebben om dat te kunnen betalen. Ja, dat is begrijpelijk, vind ik dan. Hè? Ah ja, om de kinderboerderij toch tegemoet te kunnen komen, heb ik er iets bedacht. En dat gaan we doen via de crowdfunding. Ja. En dat is, dan gaan we geld inzamelen. Dus dat wil zeggen, iedereen die zegt die een warm hart toe wil dragen aan de kinderboerderij, die kan 2, 3 euro, 5 euro, ja, als het meer is, maar gerust meer doen. Geef ik erom, dat is alleen maar plezant. De kinderboerderij is happy. De Omroep Dommeland kan technische dingen gaan besteden. Daar is die ruilactie voor begonnen. En Arjan, die zegt, ik geef de voedselbank ook een deel daarvan. Ik vind dat fantastisch. Fantastisch. Dat vereren we dan met z'n allen. Als je geld wilt storten, dat is een belangrijk onderdeel. Ja, ik kan me een eigenste wel geven, maar dat ga ik niet doen. Hè. Nee, dan kan je naar de Rabobank en dat is 1287-24625. Ten name van Omroep Dommeland. Het is fantastisch, jongens. Kom, we kunnen het. We gaan het neerzetten met z'n allen. Hè?